Goedendag, welkom bij het COVID-19-journaal. Vandaag zal minister Amar Ramadien van Volksgezondheid ingaan op de petitie die is aangeboden door enkele verontrustende burgers. De minister zal ook verder ingaan op het Pfizer-vaccin. Graag uw aandacht voor de minister. Ik heb inderdaad gemerkt dat er onlangs een petitie is ingediend door verontruste burgers die zich ernstig zorgen maken over met name het beleid met betrekking tot vaccinatie en zoals uit de petitie mocht blijken, de zogenaamde informatie dat wij met controlesystemen komen en apartheid en discriminatie et cetera willen bevorderen. Ik moet u aangeven, er zullen nog meerdere van deze petities komen. Daarop ben ik sowieso als minister van Volksgezondheid voorbereid. Er zijn ook, zoals u weet, rechtszaken toentertijd geweest tegen ons beleid. Tegen de lockdown en alle andere maatregelen, maar ook tegen mondkapjesplicht, et cetera. Ik moet u aangeven, wanneer je een rechtvaardige strijd voert met als doel bescherming van die samenleving, met als doel het beste voor de samenleving, met als doel het waarborgen en garanderen en bevorderen van de gezondheid van elke Surinamer op dit grondgebied, dan zal het niet vreemd zijn voor mij dat er ook mensen zullen zijn die dat natuurlijk niet zullen begrijpen. En het is goed als we praten over verontruste burgers om even goed na te gaan wie de verontruste burgers zijn. En niet alleen wie ze zijn, maar ook wat ze doen. En welke impact kan een dergelijke petitie hebben op het gevoel van de doorsnee Surinamer? De overheid heeft een verantwoordelijkheid en elk individu heeft een verantwoordelijkheid. Wij hebben als ministerie van Volksgezondheid een conform de wet op departementen ook een taakstelling. En ik heb het net genoemd, het garanderen van goede gezondheidszorg, het waarborgen van de kwaliteit van de zorg en het bevorderen van de gezondheid van elk individu. En dat kun je pas bereiken wanneer systemen van je goed in place zijn. Wanneer instituten optimaal kunnen functioneren. Wanneer je adequaat en genoeg beschikbaarheid hebt aan personeel. Ik denk dat de verontruste burgers niet alleen verontrust zijn, maar ook Surinamers zijn die wonen, werken en leven in Suriname. Meer nog, ze zijn onderdeel van die wereldgemeenschap. Ze zijn onderdeel van een maatschappij waar ze ook de realiteit elke dag meemaken. En wanneer onze ziekenhuizen vol zitten met COVID-patiënten, wanneer COVID-19 zich aanmeldt als een pandemie in de wereld en waar de hele wereld op zoek gaat naar een oplossing en die oplossingen langzaam aankomen, die duurzaamheid van die oplossingen zich ook bewijzen, dan vind ik het heel vreemd dat er mensen zijn die eigenlijk een argument zoeken om hun onbegrip of hun onwil of het niet begrijpen van het belang van vaccineren te gaan uiten in een petitie. Het is een argument, een smoes om het niet te willen vaccineren te ontlopen. Ik zeg het nogmaals, elk individu heeft een verantwoordelijkheid. Elke overheid heeft een verantwoordelijkheid en uiteindelijk vormen al deze verantwoordelijkheden bij elkaar een collectieve verantwoordelijkheid. In ieder geval wordt ook in de petitie gesproken over misleiding. Niet over misleiding, maar meer over gerechtigheid, vertrouwen, vroomheid. En ik frons mijn wenkbrauwen gelijk. Want als ik zeker kijk naar één van de personen in de groep van de verontruste burgers, dan vraag ik me af dat het in ieder geval niet de regering is, of niet die minister is geweest van Volksgezondheid, die leugens heeft verkondigd toen, die misleidende informatie heeft gegeven aan de samenleving, waar een jonge man zou zijn neergevallen in een supermarkt als gevolg van een COVID-prikje. Om dan daarna terug te komen, toen die grond warm begon te worden, om daarna terug te komen dat het een vergissing was. Ik bedoel, waarmee houdt u zich bezig? Houdt u wel rekening met die gevoelens van de nabestaanden van deze meneer? Ik heb met de familie via de werkgever van deze meneer gesproken. En het was hartverscheurend om aan te horen
wat deze mensen hebben allemaal moeten doorstaan. En dat prediken we hier, dat we praten over gerechtigheid en over vertrouwen. Hoeveel vertrouwen moet ik dan hebben in zo iemand? Dus laten we goed kijken naar de mensen die petities indienen. Laten we niet zomaar dingen doen. Laten we gezamenlijk werken aan die oplossing. Ik wil een oplossing. Ook zij willen een oplossing. Ik ben blij dat ze een oplossing willen. Misschien is mijn oplossing niet voor hun de beste oplossing. Maar wat is uw oplossing? U hebt een petitie ingediend met een bepaald doel, welke ik nog probeer te begrijpen. Helpt u me dat ook te begrijpen? Maar wat is uw oplossing? Dat is mijn enige antwoord op de petitie, omdat ik verder in ieder geval op de inhoudelijke zaken niet zal ingaan. Wanneer we praten over approval, nou vandaag is de full approval voor Pfizer gegeven. Zal er dan een ander argument gezocht worden door die verontruste burgers? Laten we eerlijk kijken naar de zaak, laten we goed kijken naar de zaak. Ik wil graag weten van deze groep die zich zo, zorgen maakt over de situatie. Wat is uw oplossing? Dat is het enige antwoord op deze petitie. Wanneer we vandaag de dag merken dat onze weekgemiddelde stijgt, onze R stijgt, en wij de statistieken bekijken en ook publiceren, en u zult het trouwens ook gezien hebben, de statistieken over de opnames in de ziekenhuizen in relatie tot het vaccineren, waar we in de periode 1 augustus tot 15 augustus 160 opnames hebben bekeken, waarvan 160 van de 160 3 gevaccineerden en 157 ongevaccineerde personen. Met welk gevoel gaan deze verontruste burgers slapen als ze elke dag en de hele dag mensen zitten te demotiveren om te vaccineren? Om dan te weten dat die personen, dezelfde personen die zich niet laten vaccineren, het gros van het deel vormt welke opgenomen wordt in het ziekenhuis met de COVID-infectie. Laten we goed kijken naar onze inborst. Laten we goed kijken naar deze situatie. De overheid werkt eraan om een ieder zoveel mogelijk te motiveren om te vaccineren. Wanneer verplicht Noaman dat hij naar jaren tegen mij nooit, verplicht. Men motiveer je en ik toon je aan waarom. Want van die 160 personen waren 157 niet gevaccineerd. En er komen nog meer statistieken, want die statistieken gaan ook uitwijzen hoeveel van de overledenen gevaccineerd waren. Want er worden verhalen hier en daar verteld, ook door parlementariërs, ook door gezaghebbende personen of mensen met invloed, dat gevaccineerden komen te overlijden als gevolg van de prikjes. Maar ze kunnen dat niet staven. Ze kunnen die informatie niet hard maken. Dat noemen we heugelarij. Niet de informatie die wij geven, waarbij we met statistieken aantonen van de overledenen, hoeveel mensen gevaccineerd waren en ongevaccineerd waren. Ik zeg het nogmaals. Ik vraag alleen aan de verontruste burgers, wat is uw oplossing? En met welk gevoel gaat u slapen? Met welke voldoening gaat u slapen als u op een dag mensen hebt gemotiveerd om niet te vaccineren? En om daarna te weten dat 97% van de mensen die wordt opgenomen niet gevaccineerd waren. Is dat uw doel? Wilt u dat hebben voor die samenleving? En aan de samenleving is dezelfde vraag. Gaat u zelf na wat goed voor u is voor u. We hebben al 3 golven meegemaakt. We staan nu weer aan het begin van een mogelijke toename van gevallen. Niet een mogelijke, een toename van gevallen. En we zien die verspreiding en die besmettingen met name bij niet-gevaccineerden. Kunt u dat gevoel opbrengen, die verantwoordelijkheid opbrengen om verantwoordelijk te zijn voor een 4e golf in Suriname? We hebben als overheid alles gedaan om de samenleving te beschermen. Het schort niet aan vaccins. Het schort niet aan andere zaken. Als u niet wilt, ga ik u niet kunnen dwingen. Maar u moet wel weten wat de gevolgen kunnen zijn. En de overheid heeft die verantwoordelijkheid om de totale samenleving te beschermen. En als een deel van de samenleving zich niet wenst te vaccineren, zal dat deel verantwoordelijk gesteld moeten worden. Daar blijf ik bij voor de problemen die zullen zijn en de gevolgen die zullen komen als gevolg van die toename van infecties. We hebben recentelijk ook afgelopen vrijdag 20 augustus 140.400 Pfizer vaccins ontvangen.
Het is gekomen uit een, de natie van de Verenigde Staten van Amerika via CARFA, dus aan CARICOM dan. Suriname is geallockeerd voor in totaal denk ik 540.000 doses Pfizer vaccins. En intussen hebben we de overhandiging, de ontvangst en de overhandiging gehad. Wij zijn heel blij met deze donatie. U weet dat vaccineren met in combinatie natuurlijk met de Mohana maatregelen de oplossing is voor COVID. In ieder geval om geen COVID op te lopen. COVID zal blijven bestaan. We elimineren daarmee, met het vaccineren elimineren we COVID niet. Dat hebt u ons ook nooit horen zeggen. En verontruste burgers vinden dat geen van de vaccins nog approved zijn. Dus ook daar moeten we rekening mee houden, want die blijken dus die kennis te hebben. En over die informatie te beschikken. Ik weet niet van waar die informatie gehaald wordt door die verontruste burgers. Maar goed, u weet dat de WHO, de FDA, tot nu toe de vaccins die worden toegediend voor emergency use al approved hebben. En het goede nieuws van vandaag is gekomen dat de FDA, dat is de Food and Drug Administration in de USA, heeft full approval gegeven aan Pfizer. En full approval aan Pfizer betekent dat er volledige goedkeuring is. Dus niet meer voor emergency use voor Pfizer. De andere is een kwestie van tijd. Laat me duidelijk zeggen aan die samenleving, in afrede, wanneer iets voor emergency use is, of full approval is. Emergency use omdat er een pandemie was, is, niet was, er is nog steeds een pandemie. En we gaan niet wachten op de tijd om full approval. Maar wanneer iets al getest is op veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie, dan heeft het de status al van een approval. Maar het is een emergency use. Dat betekent, we hebben nog wat tijd nodig om die full approval status te krijgen. En dat is intussen gebeurd met Pfizer. De verwachting is dat alle anderen ook de full approval status krijgen. Er wordt informatie als het ware verdraaid. Er wordt misinformatie gegeven. Vandaar dat ik toen heb gezegd, en ik heb tenminste één persoon in die groep gezien van die verontruste burgers, die ik toen persoonlijk in een persconferentie een misleider genoemd heb. En daar bleef ik nog steeds bij. Want ik heb hem een misleider genoemd, omdat hij als geestelijke leider onwaarheden en onjuiste informatie geeft aan de samenleving. Ondergetekend is daar wel ook slachtoffer geworden. En die zaak ligt nu bij de PG. Dus ik hoop dat de zaak daar goed onderzocht wordt. Want het is goed om te kijken naar de informatiebronnen. De samenleving moet goed kijken wie u informatie geeft en van waar u informatie krijgt. Wilt u niet naar minister Amadine luisteren voor die informatie, is dat geen probleem. Luistert u naar de deskundige, dokter Vreden. Luistert u naar dokter Wattier. Luistert u naar uw huisarts. Luistert u naar de directeur van Volksgezondheid. Het zijn deskundigen, experts. En natuurlijk hebt u de open source, dat is het internet. Maar weet wat u leest. Weet waar naar u kijkt. Dus de Pfizer-vaccins die zijn in Suriname. Die zijn intussen dus voor full approval. Dan weten de verontruste burgers dat ook. Maar in ieder geval zal op korte termijn er een voorlichtingscampagne komen naar de samenleving. We hebben vanaf het begin gezegd dat Pfizer zal zijn voor 12-plus-jarigen, dus vanaf 12 jaar. Maar ook 12-plus betekent ook de volwassenen die hebben gewacht op Pfizer. We weten dat in Suriname heel veel mensen naar onze oosterburen zijn geweest, Frans-Guyana, maar ook in Amerika en andere landen om een Pfizer-prikje te halen. Natuurlijk kan niet iedereen dat doen, we zijn blij dat we dit nu hier hebben. Dus una fride, dus de Pfizer-vaccins zijn hier, dienen als bescherming tegen COVID-19 voor onze kinderen, maar ook voor onze volwassenen. Daarover zal er natuurlijk wat meer informatie komen. Weet dat 12 tot 18-jarigen zijn handelingsonbekwaam. Dus ook daar zal een besluit moeten komen. Er zal een formulier ingevuld moeten worden door de ouders. Dat de ouders daar volledige toestemming voor geven. We komen aan niemands kind. We zijn heel voorzichtig daarmee. En natuurlijk is het belangrijk dat de ouders hun kinderen brengen. En niet alleen sturen naar die plek om te vaccineren. Maar altijd met de ouder.
of een bevoegde voogd. Dat zal dus in die voorlichtingscampagne komen. En wij kijken uit naar de start van de campagne, de uitbreiding van de vaccinatiecampagne met het Pfizer-vaccin. Dat was het weer voor deze aflevering van het COVID-19-journaal. Nogmaals, houdt u zich aan de Mohana-maatregelen. Ondanks er wordt gevaccineerd in Suriname, ook al bent u dubbel gevaccineerd, houdt u zich nog steeds aan de maatregelen, want COVID is nog steeds in Suriname. U ziet het aan de cijfers. En we kijken uit naar de volgende aflevering van het COVID-19-journaal met meer updates. Tot dan!